Ik heb eigenlijk jaren de bovenbuur geweest van Wannes van de Velde. En we kwamen elkaar tegen op de trap, af en toe. We kwamen elkaar tegen in zijn studio. Als de deur dan open stond op een kier, dan zag ik hem werken. En dan zeiden we goeiedag tegen elkaar, maar dan zei hij van kom eens binnen, kom eens binnen. Wat dan zou nemen dat toeval in kwestie is van Lane, die op zichzelf misschien deel uitmaken van een banale realiteit, maar die elkaar snijden in een punt, dat niemand kon verzingen, dat niemand kon voorspellen of bedenken. Want je kunt wel bedenken, maar niet alles. Wannes van de Velde heeft mij enorm veel bijgebracht in die jaren. Omdat hij zo consequent is. Hij heeft zijn ideeën over de maatschappij, over sociaal gezien, economisch gezien, politiek, cultureel, alles. Heeft zo zijn eigen idee en heeft voor geen millimeter daarvan afgeweken. En dat is fantastisch. We zijn denk ik allemaal min of meer opgegroeid met de muziek van Wannes. En is een onmiskenbare invloed geweest op de manier waarop we werken. Hoe we naar muziek kijken en hoe dat we dat aanvoelen. Maar dat is het eigenlijk, de enige invloed. Ik denk dat wij, ja, wij kunnen dat niet. Dat is nooit de bedoeling om in de voetstappen van iemand te stappen. Zijn muziek begint vanaf nu hij zelf dood is. Zijn muziek zal voortleven in hopelijk zoveel mogelijke verschillende vormen. Hij vaart naar Bangkok en Madras op zoek naar paradijzen. En onderweg denkt hem alvast aan de Oosterse paleizen. Op het einde van de reis zijn kennis gaan vergroten. Als een tenminste op de kaai niet op een griet zal stoten. Amper lag hem aan de wal. Amper lag hem aan de wal. Als muzikant ook, de manier waarop dat hij de muziek benaderde, de manier waarop dat hij zijn kunst, zijn oeuvre in het algemeen benaderde, was voor ons een groot voorbeeld. Ik zeg voor ons, omdat we met veel muzikanten zijn die momenteel zijn ideeën, zijn oeuvre, proberen te doen verder leven. Dus het is niet de bedoeling van een hommage te maken, het is de bedoeling van zijn ideeën, over esthetiek bijvoorbeeld ook, te doen voortleven op onze manier. Toen Didier aan dat project begon, leefde Wannes nog natuurlijk. En hij was eigenlijk ook een beetje... Hij deed wat supervisie achter de schermen. En hij stimuleerde vooral Didier om zijn ding te doen met die teksten van Wannes. Het is niet de bedoeling om het als een hommage te zien, maar voor Didier persoonlijk dan, hoe dat hij zijn persoonlijke relatie was tot het werk van en de persoon van Wannes van de Velde. En hij heeft ons daarbij betrokken. Hè. Het programma heet Chanson Patinée. Wat geeft juist de cachet aan een chanson? Ja. De patine, we zitten hier op een podium en als je hier een decor zou opbouwen, dan dat pas gemaakt is, dat moet een beetje vuil gemaakt worden. Rond de stopcontacten maken ze dat een beetje vuil. Dat gevoel dat je in een ruimte komt waar dat in geleefd wordt. Dus dat is een term in de theatertechniek. Maar ook in het leven, een patine, dat is een couche. Iets dat mag stof zijn, dat mag iets zijn dat het echt maakt. Dat het niet steriel maakt. Vandaar de muziek waarbij dat er een beetje heesheid op de stem is. Op conservatorium is dat totaal verboden. Als je een beetje lucht op je stem hebt, dan word je direct afgeschreven. Terwijl dat soms hetgeen is dat de muziek leefbaar maakt. Vandaar patiné. Chanson, het Franse woord chanson. Maar dan in het Vlaams geschreven. Le temps avance, que le vent a tourné, et sème la discordance. Il m'arrive d'oublier que le vin me saoule, que j'ai peur de chanter. De Vlaamse taal met zijn visie, de blues van de taal, de groove, dat was voor hem heel belangrijk. Het dialect, als je hem hoort spreken, dan is dat zo diep. Je zit daarnaast een blueszanger en dat is hetzelfde.
de roots waren voor hem heel belangrijk. Als Antwerpenaar vind ik dat Wannes zelfs niet echt Antwerp zingt. Alleen niet. Dat lijkt alsof je echt Antwerp zingt, maar die heeft er een soort van de Antwerps een ander soort taal gemaakt. Dat is echt Wannes. Dat is zijn Antwerps. Ja. Hij heeft dat zelf helemaal gesculptuurd eigenlijk, om op een podium een schone zangtaal te brengen. Vlaming is vier, maar waarop is de vraag? Je ziet hem zijn veer uit verkopen. Zijn roemrijk verleden ligt zwaar op zijn maag. Je ziet het hem schuimelijk slopen. De teksten worden gezongen op een andere melodie dan de melodie van Wannes van de Velde. De melodieën van Wannes van de Velde worden gespeeld instrumentaal. En dat is een keuze die we gemaakt hebben om duidelijk te laten zien, te laten horen, dat wij zijn kunst willen laten verder leven op onze manier, maar dat zijn kunst, zijn melodieën, zijn teksten prominent aanwezig kunnen zijn, zonder dat wij hem moeten nadoen. Eigenlijk heeft de Didier ons wat gestimuleerd om zelf wat de melodieën te zoeken, of hij had ze zelf geschreven op bestaande teksten, zodanig dat het nummer eigenlijk bijna niet herkent, behalve de tekst of thema van de tekst, in het geval dat het een vertaling is. Of hij had een muziekstuk klaar en dan zochten we daar een tekst bij die paste bij de sfeer van dat muziekstuk. Dus op die manier. Dat is hetgeen dat Wannes ook heel graag had, hè, dat ze zijn teksten en zijn literair werk in zoveel mogelijk verschillende soorten contexten zouden smijten. Want sowieso, Wannes van de Velde zelf nadoen is onmogelijk? Voor mij in ieder geval niet, ik ben een West-Vlaming. Dat zou ook niet. Dat zou heel onecht zijn ook. Ik denk dat je dat nooit mocht doen trouwens. Dan zitten nu. J'ai envie de me perdre. Le son de la vie. Me rend amoureux, pas besoin de sous. Pour acheter une amourette, ma jolie compagne me prête ses yeux. Wat zou hij zeggen, mocht hij vanavond ook in de zaal zitten? Dat is een goede vraag. Wat zou hij zeggen? Ik weet het niet. Daar kan ik niet op antwoorden. Hij zal waarschijnlijk ontroerd zijn, denk ik. Omdat hij heeft ook natuurlijk te maken met de inbreng van Didier, want Didier is eigenlijk de hoofdvogel hier. Hè. En ik denk dat hij zou het gevoel hebben dat Didier echt naar hem heeft geluisterd.